Goedemorgen allemaal, welkom bij weer een nieuwe vlog. Ik ben bij de Yoghurt Barn, het is maandag en ik heb mijn mini meet and greet. Gewoon gezellig dat ik mijn yoghurt ga scheppen en leuk op de foto ga, zo gezellige dingen. En Monique is er, hey Mo! Hey! Monique van Culi en Lieselotte is er. Hey! Jij wil wel op beeld. Lieselotte is trouwens echt super goed op camera. Zij maakt ook hele toffe filmpjes voor Culi samen met Monique, dus dat moeten jullie ook even checken. En Wouter daarachter. Oké, we gaan op naar de meet and greet. Kijk allemaal leuke meisjes, hoi! Jullie staan heel mooi op een rijtje nu. Heeft iemand hem al geproefd? Is het lekker? Ja? Oké, jullie gaan zo proeven. Hij is heerlijk! Hij is heerlijk! Maar jij, ja, jij hebt hem ook met hangop, hè? Ondanks dat je... Ik heb het mager, joh. Oh, met mager. Ik heb het hangop. Hij is wat lichter. Oké, goed gekeurd? Echt heerlijk. Als jullie hem goed keuren... Dan ben ik blij. Ja, als je hem niet krijgt. Oh jee. Dit is Maxine. Maxime? Maxine. Maxine, toch wel. Oké, Maxine, Shanna en Esmee. Ja. Yay! En ze hebben allemaal mijn yoghurtje. Yes. Heb jij hem ook al? Jij hebt hem al op. Ja, het is echt lekker. En? Lekker? Ja. En? Ja, we gaan dit proeven. Ja. Oké, wacht. Gaan we filmen. Yes. Dat is echt heel lekker. Yes. Ik ga nu mijn eigen yoghurt scheppen. Voor de allereerste keer ever. Dit zijn Fee, Tamar en Gloria. Hi. En vinden jullie hem lekker? Ja, ja, echt heel lekker. Hoi ladies. Hoi. Was het lekker? Ja. Goed zo, allemaal in koor. Eefje en Roos. Hoi. En hier? Nog één keer jullie namen. Laura. Laura. Isabel. Top. Leuk. Ik ben hier met Sarah en Yuki. Kijk hoe lief. Ik kreeg net van Sarah een cadeautje. I love it. Heel mooi. Stelt hij scherp? Even kijken. Even zo. Hele coole armband. Heel mooi. Love it. Dankjewel, Sarah. Yes, en hoe vonden jullie de yoghurt trouwens? Heel lekker. Oké, goed zo. Gelukkig. Kijk, Sanne heeft de agenda. Ensemble-agenda. Die is helaas echt overal uitverkocht, maar ze had de laatste, vertelde ze. Hi, ladies. Kijk nou hoe mooi. Ik heb deze gekregen. Met het oog. En dat beschermt je ook tegen kwade... Boze ogen. Ja, boze ogen. Zo mooi. Love it. Foto. Yes, hoi. Leuk, en we hebben net het boek even gesigneerd en ja, en de yoghurtjes zijn al op. Waren ze lekker? Ja, ja, lekker. Je hebt echt de allergrootste. Ja. Dat gaat er goed in. Mis een beetje chocola. Mis je chocola? Ja, dacht ik al. Maar ja. Kijk eens wie er is! Chill! Yay! Heel leuk. En er zit echt een hele mooie lippenstift op. Ik ken die Yum Yum van MAC. Ja, en hij is super mat en I love it. En mega fel. Denk je dat het mij ook staat? Ik weet het niet. Je mag hoor. Het proberen. Ja, ik durf dat nooit zo fel. Ja, het is wel echt heel fel, ja. Ja, hij popt er echt. Hij popt er echt. Kijk, het is deze. Candy Yum Yum. Ja. Heel cool. Nou, dit staat in het scherp. Maar thanks for coming. Hi ladies. Zij wachten al zo lang. Sorry daarvoor. Nu zitten jullie in de vlog. Ja. Hoi ladies. Hoi. Hoi. Kijk even hoe mooi haar wenkbrauwen zijn. Holy moly. I love it. Ik weet niet of je het goed... Ja, je kan het wel goed zien. Het is heel mooi. Hebben jullie yoghurt gegeten? Ja, het was heel lekker. Jij ook? Hallo. Hoi. Hi. Hoi. Hoi. Ga je ook zwaaien? Jij eet lekker je veters. Zo, het is inmiddels... Even kijken... 15:30 en ik ben net klaar. Het was eigenlijk tot 2:00, maar iedereen was zo lief en ik vond het ook stom om dan mensen teleur te stellen. Dus dank jullie wel dat jullie zijn gekomen. Bedankt voor de lieve kaartjes en voor de super lieve armbanden. Ik vond het echt te gek. Echt heel leuk. Ik ga zo naar kantoor en dan ga ik even kaartjes lezen. En heel erg bedankt voor iedereen die is gekomen. Heel leuk. Hi allemaal, het is... Hier raak ik altijd in de war. Wat is het voor dag? Dinsdag. Ja, dinsdag. En ik ben bij Helene. Helene is er zelf niet, maar Monique is er. En ik vertelde jullie laatst over dat ik een beetje hulp wil bij styling. En dat ik heel graag een soort van wil kijken naar een ander stijltje. En Monique is echt een hele
amazing stylist. Ze heeft ook vandaag een geweldige outfit aan. Ik ga hem zo laten zien. En ja, zij helpt me vandaag sowieso even. Zijn we aan het kijken wat we voor leuke dingetjes hier in de salon hangen bij Helene. Dat is al sowieso heel leuk. En we hebben net ook plannen gemaakt voor de H&M samenwerking die er gaat komen. En de video waarbij zij dus mijn kast een beetje gaat doornemen. En jullie moeten Monique ook even volgen op Instagram. Dat is heel cool. Ik ga even haar Instagram namen zo laten zien. Komt ie. Kijk, hier. Hier kan je hem volgen. En hele coole foto's. Liefde voor Celine. Heel leuk. Voor wie de salon nog nooit heeft gezien, kijk even hoe mooi. Het is echt heaven. En het loopt helemaal door hier ook nog. Het is echt prachtig. En hier hangen allemaal super mooie kleding. En schoenen. Het is echt geweldig. Waar zijn je schoenen van, Monique? Die heb ik in Italië gekocht. Oh, ze zijn zo leuk. Kijk nou. Oh, love them. En jij mixt ook altijd allemaal prints en kleuren en zo door elkaar, toch? Alle kleuren bij elkaar. Een beetje wel de kleur bij elkaar gezocht. Maar alles door elkaar heen eigenlijk. Ja. Dat is een beetje mijn lijfspreuk. Is dat echt je ultieme tip? Ja, dat is wel mijn ultieme tip. Ja. Maar niemand durft dat eigenlijk. Nee, dat is zo. Maar goed... Je kan het ook wel een keertje thuis proberen. Dan wandel je thuis even en dan kijk je 10 keer in de spiegel. En dan ben je er ook vanzelf wel aan. Ja. En je moet ook wel een beetje bij jezelf blijven natuurlijk. Ja, precies. Niet hele gekke dingen gaan doen. Absoluut niet. Maar probeer het een keertje. Als je in een dolle bui bent. Ja, en wat jij zei bijvoorbeeld over die Dries van Notenbroek die ik had gekocht. Ja. Dat is natuurlijk ook iets gekker dan ik normaal zou doen. Maar wel weer nog heel erg klassiek of zo. Ja, en je kunt het ook eventueel dan met een wat eenvoudige top of een eenvoudige broek afstylen. Als je je daar prettiger in voelt. Ja. Maar het is best leuk om een keertje uit je comfortzone te komen. Ja, vind ik ook. Dit wordt heel leuk. Heel veel zin in wat we allemaal gaan doen. Ik ook. Ik ben er klaar voor. Ik ook. Goedemorgen, woensdagochtend. Ik heb net getraind. Ik kom thuis. Ik ga lekker thuis werken, e-mails afwerken. En wat gebeurt er? Meh. Cactus gesneuveld. Armcactusje. Hij bleef ook echt in mijn vinger haken en toen gleed hij er zo uit. Ik ben buiten, ik ben onderweg naar Floor. Floor Kleine, die kennen jullie natuurlijk van Salon B. En die gaat mijn haar doen, yes! En ik ben echt super laat. Dit stuk, kijk, dan krijg ik altijd mega zon in mijn gezicht. Ik ben echt heel laat, dus ik kon me niet meer opmaken. Ik moest zoveel dingen doen vandaag. Oh mijn god, dit licht. Ik moest zoveel dingen doen dat ik het gewoon niet heb gered om na de gym, zeg maar, tussen het mailen en alle dingen doen door... om me even gewoon fatsoenlijk op te maken. Dus ik moet even make-uploos de deur uit. Maar dat moet... Ja, whatever. Ik vind ook make-up zonder make-up eigenlijk het allerfijnst. Maar goed, oké. Op naar Floor. Nou ja, wel handig trouwens. Ik verveel me altijd heel snel. Ook als ik wandel. Dan verveel ik me gewoon echt heel snel. Dus, wat ik heb gedaan... Ik heb een app en dat heet MaxTube Pro. En daar... pak ik eigenlijk YouTube-video's en die download ik dan en die kan ik dan kijken als ik offline ben. En dat is super handig, want nu kan ik gewoon lopen en kijken tegelijk. En dan heb ik niet het idee dat ik niks aan het doen ben. En nu kijk ik deze. De video van Marsha. Ik loop vet achter, dus ik dacht ik kijk die eventjes. Dus, en ik heb dus een iPhone 6 Plus. En ik snap niet dat ik zo lang... met een oude heb kunnen doen, of in ieder geval met een kleiner scherm. En nu ik een groter scherm heb, denk ik echt, dit is echt amazing. Ik wil nooit meer anders. Kijk, hij is net zo groot als mijn hoofd, serieus. Ik ben hier met Floor. Hoi. Hi. En wij werken natuurlijk al best wel lang samen. En jij werkt ook met Masha samen. Mm-hmm. En de lezers kennen je waarschijnlijk al. En nu hadden we het idee om sowieso een Burning Man kapsel te gaan creëren, maar dat komt later. Dus wat gaan we vandaag doen? Nou, vandaag gaan we, Burning Man is natuurlijk best wel heftig voor je haar. Het is veel zon en je hebt niet zoveel tijd om er naar om te kijken. Dus we dachten, binnenkort gaan we even lekker knutselen en een hele toffe, hele gave look maken. Maar nu willen we vooral je haar heel erg blij maken. Dus ja. We gaan wel een heleboel haar houden, zodat we lekker mogelijkheden hebben. En dat is ook natuurlijk waar iedereen jou om kent, om je vele haar
Maar we gaan het zo healthy en blij mogelijk maken. Maar wel zorgen dat je kopje weer een beetje zichtbaar wordt. Beetje, ja. Ik ben nu helemaal verdwenen. En we hadden het er net over dat het hele je haar niet wassen een eigen leven is gaan leiden. Online en in iedereen die ik spreek, die heeft het erover. Er zijn veel dingen die veel erger voor je haar zijn. Hè? Zon en zo, dat is allemaal veel meer een drama. Dus het is niet heel slecht voor je haar. Alleen er zijn mensen die, waarbij het na het wassen gewoon niet per se heel lekker zit. Mm-hmm. En veel mensen denken niet eens aan de mogelijkheid om het minder te wassen. Je doet het gewoon uit een soort van logica. Net zoals dat je soort je tanden poetst of zo. En zo moet je het niet doen. Je moet haar wassen omdat het nodig is. En niet omdat je dat altijd doet. En vooral mensen met dat undone textuurtje van zichzelf al, zoals jij en ik. Ja. Bij wie het eigenlijk steeds beter gaat zitten naarmate het dus langer geleden dat het gewassen is. Die mensen zouden dat gewoon steeds meer kunnen rekken. Je voedt je haar en je huid als het ware ook op. Dus in het begin, als je het net eerst heel vaak was en ineens wat minder, dan gaat je haar wat vetter worden en je hoofd uit. Maar op het moment dat je dat een beetje voorzichtig aan gaat rekken, dan gaat je hele cultuur op je hoofd daar ook aan wennen en gaat het helemaal niet stinken. Het zijn vaak de types met het hele heel fijn haar, wiens haar juist het beste zit net na het wassen. Okay. Want die hebben juist dat dirty laagje wordt dan te zwaar voor hun haar. Dus als je heel fijn haar hebt, of je hebt ook een hele heftige koep, dus iets heel grafisch of zo, dan zou je merken dat het meestal niet zo'n goed idee is. Ik denk dat als je het gewoon heel bewust wast, dus wast als het nodig is en het ook doet met een shampoo die past bij hetgeen wat je wil bereiken, en het dan ook echt een beetje rekt naar de tijd dat je echt denkt, ja, nu heb ik er wat aan, dat werkt voor iedereen. Ja. Nou, dankjewel. Alsjeblieft. Let's do it. Het is echt een watervalletje van haar. Dit, hè? Het is wel lekker dat het volume nu weer hier is, zie je dat? Ja, ik vind het heel fijn. Dat we hebben wat kortere plukjes hier zo nu. Ja, en dan niet zo obvious kort is naar lang toe, weet je wel. Nee. Het liefst wil ik echt dreads van mijn eigen haar, maar dat gaan we niet doen. Maar ik kan wel een soort van semi-dreads maken die er redelijk uitgaan. Dan moet ik gewoon even middenweg zien. Ja. Ik heb wel dreads van. Nou, niet mijn haar hoor. Nee, ik kan het echt 3 weken niet wassen. Haar is niet chemische. Zo, kijk, ik heb weer gezond haar. En we hebben de voorste plukken hebben we iets korter gedaan. Even kijken of je het zo goed kan zien. Maar niet extreem, dat je niet dat hele laagjesgevoel hebt. En we gaan nu toch, kunnen het niet laten, een paar vlechten of zo of iets erin doen. Voor de leuk. Omdat het kan. Kijk hoe cool deze vlecht. Mooi, hè? Heel leuk. Zijn gewoon allemaal vlechten aan het maken. Floor in haar element. Heerlijk. Dit is het eindresultaat. Je ziet het niet heel goed op video, maar we hebben gewoon allemaal hele coole vlechten door mijn haar heen. Kijk even hier. Deze. En hier. En hier boven. Heel blij. En zo, het voelt zo lekker gezond. Yes! Dankjewel, Floor! Alsjeblieft, schat! De allerleukste. Eten bij mama. Ja, we zien het. Oh, ik dacht dat je foto. Fotograafje was. Nee. Hella, wil je vertellen over je cateringbedrijfje? Mijn cateringbedrijfje is een van beste, lekkerste homemade catering die er is. Is dat zo, Ed? Papa Ed, is dat zo? Ja, natuurlijk. Het is gewoon zo. Alles is homemade, je ziet het. Misschien een beetje bescheidenheid is wel ergens goed. Ja, maar. Maar is, je bent net nieuw, dus hoe heet het? Het is Laya's Kitchen. Ja, heel goed. Ik ben bescheiden, maar realiteit moet gezegd worden. Ja. Yes. Maar goed, het heet Laya's Kitchen en ze het is echt net Laya's nieuw. Kitchen. Het is net nieuw. En ze is allemaal. Ze heeft ook een hele leuke klus voor de zomer. Ze staat ook op het Ensemble Festival. En mijn motto is. Lekker en gezond en goed eten en hoeft niet duur te zijn. Heel goed, ja. En pleinvrees. En pleinvrees, ja, daar staat ze ook volgende week. Of nee, wat is het? Eind augustus. En voor wie mijn boek heeft gelezen, zeg eens Ukkepuk, wat doe je in mijn keuken? En het gaat nu denk ik beter lukken dan toen, zoveel jaar terug. Ukkepuk, wat doe je in mijn keuken? Best goed is dit. Heel goed. Goed zo, mama. Nee.
Aida, mag je filmen? Nee. Ik mag niemand filmen. Helaas. Goedemorgen. Het is zaterdag. En ik heb net getraind met Hanna samen. En vandaag ga ik lekker naar de eihallen. Ik ga naar Action. Ik ga echt een beetje Burning Man stuff kopen. En ik ben weer in de yoghurtbar. En ik ben mijn eigen yoghurt aan het halen. Het is heel leuk, want hij gaat super goed. Dus heel veel mensen hebben hem gekocht. En ik hoorde ook dat er net nog mensen waren die hem hebben besteld. En ze is er nu toevallig één aan het maken. Dus jam. Die is voor mij en die is voor Danny, want die eet altijd minder. Lekker? Nee. Hoe lekker is het op een schaal van 1 tot 10? 11. We zijn op de eihallen. Hallo. Doe eens mijn intro. Hallo allemaal. Thee. We zijn op de eihallen en we gaan Penny en Twan opzoeken, want die staan ergens met een steentje. Oeh, en ik zie nu al heel veel goede Burning Man dingen. Kijk, dit hele rekje. Pen is er, Pen haar steentje. Heb je al veel verkocht, Pen? Ja, best wel. Dus het was echt heel erg druk. Wat goed. Veel centjes voor Burning Man. Veel centjes voor Burning Man. Ja, veel centjes voor Burning Man. En we zijn ook een beetje rond gaan lopen. En we hebben leuke kettingen gevonden. Oh, wat goed. En we hebben een stoere hoed gevonden. Ja. En ze hebben daar wat kimono's. Dus misschien dat we daar ook nog... Maar die vond ik wel duur. Ja. Oké, de buit van vandaag is deze hele mooie armband. Zo mooi. Ik laat hem even goed zien. Uit de jaren 70. Een Ajax heuptasje. Te leuk. En deze met pailletjes. Kijk, dit is de armband. Ik vind dit echt super mooi. Het is uit de jaren 70. Dus die heb ik gewoon voor mezelf. Dan heb ik dit dingetje. Voor 1 euro of zo. En even een soort van gouden lurex jurkje. Ook 1 euro. En oh ja, en een groene jas. Een leren jas. Voor 4 euro. Ik was gisteren bij zo'n winkel en toen hadden ze... Dat is jouw jas. En daar gaat zijn tattoo-artist gaat daarop tekenen. Dat wordt wel heel cool. We hebben net een hele intense ervaring gehad in de Action. Het is echt heel druk en heel chaos. Chaos. We wilden meteen weg. Ik kan er nooit zo goed tegen. Maar we hebben wel heel veel spullen gekocht voor Burning Man. Allemaal lampjes en lichtjes en bidons en dat soort dingetjes. Oh, de camera uit. Wow. Oh, waarom zit je in je neus? Waarom doe je dat? Het is zaterdagavond. Ik ben alleen thuis. En ik geniet er ultiem van. Ik heb mijn haar gewassen. Ik heb super erg smetvrees voor wie mijn boek heeft gelezen. Ik heb heel veel moeite met... vooral smetvrees waarbij ik zeg maar... Klinkt heel stom hoor. Maar waarbij ik andere mensen moet aanraken of... Bijvoorbeeld mensen een hand geven of zo vind ik altijd heel moeilijk. Niet altijd hoor, maar vaak wel. Ik kan daar gewoon niks aan doen. Ik heb het al gewoon echt al jaren. En op de eihallen heb ik in een opwelling een hoedje opgezet. Omdat ik zo enthousiast was. En toen dacht ik, oh my god, wat doe ik? En ik kon gewoon de hele dag aan niks anders meer denken dan dat ik dat hoedje op had gehad. En dat ik niet weet wat daar allemaal op zat. En toen ik thuis kwam, heb ik gewoon meteen mijn haar gewassen. Wat ik heel zonde vind, want het was echt... Bij Floor was het nog gewassen en er zaten vlechtjes in en zo. Maar ik kon het gewoon niet aan. En ondertussen kijk ik TLC en doe ik lekker helemaal niks. En ik dacht, ik ga de vlog even afsluiten. Vreselijk licht, maar dat weten jullie inmiddels. In mijn huis is dat heel naar. Dankjewel voor het kijken deze week. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ik zie jullie volgende week weer.